Vandaag ga ik voor u maken een kleurrijk tafelarrangement. Hiervoor gebruik ik gemengde chrysanthen, anthuriumblad, steelgras en Asclepia Moby Dick. Ik ben alvast begonnen met een oasebol van 20 centimeter vol te prikken. Deze bol heb ik afgevlakt, waardoor die niet kan rollen in de schaal. Asclepia is een Nederlands product. Het zijn zaaddozen die ontstaan na de bloei van de asclepia. Het is altijd belangrijk om bloemen schuin aan te snijden. Vooral als we ze op oase steken. Oase geeft toch iets minder water af dan dat het rechtstreeks op het water staat. Het is heel belangrijk om in dit arrangement een rustige basis te hebben. Omdat we al met heel veel verschillende kleuren materialen verder gaan werken. Als de bol dan helemaal volgeprikt is met Moby Dick, hebben we een goede basis om het arrangement voor te zetten. Ik steek nu de chrysanthen door de Moby Dick en meng de chrysanthen . Ik let niet echt op de kleurstelling, omdat het een kleurrijk geheel mag worden. De chrysanthe is ook een Nederlands product. Ik gebruik deze chrysanthe omdat het een vrij houdbare bloem is. En zich heel goed laat verwerken in arrangement met oase. Het voordeel van een chrysanthe is dat het een jaar rond product is. En dat betekent dat de meeste soorten altijd wel te verkrijgen zijn. Ik steek de chrysanthen allemaal op gelijke hoogte. Waardoor we ook nog steeds weer rust in het arrangement houden. En toch ook wel een kleurrijk geheel. Verder gebruik ik in dit arrangement anthuriumblad. Anthuriumblad rol ik in de lengte op. Het anthuriumblad steek ik onder de chrysanthe ter ondersteuning van de bloem. Ik steek het blad ook door de chrysanthen stelen, waardoor het hele bloemwerk een geheel wordt. Ik gebruik anthuriumblad, omdat dat zich makkelijk laat oprollen, flexibel is en vaak ook een wat krommere steel heeft. Ik gebruik speergras. Speergras is een heel flexibel materiaal. Het laat zich heel makkelijk breken. Waardoor het heel mooi te arrangeren is boven de bloemen. En het zal geen schade aan de bloemen geven, omdat het ook een heel licht materiaal is. Ook hier weer het arrangement blijven draaien om de verdeling van het speergat goed te kunnen zien. Om het arrangement nog vrolijker en speelser te maken, maak ik gebruik van wol, leer en diverse kralen gerijgd met gekleurde pompoenen. Ik probeer altijd net andere materialen te vinden dan bij de standaard groothandel.
altijd even goed kijken naar de bloemen. Of alle bloemen goed zichtbaar zijn en niet in de knel zitten door de decoratie. En zo hebben we dan een kleurrijk tafelarrangement.